het gegaan? Warm. Maar ik denk dat het wel prima is gegaan. Ja? Hoe voelen jullie je? Bonkie. Blij. Ja, blij dat we binnen zijn, maar het was wel een hele ervaring. Dus jouw bloemen zijn voor mama en twee vriendinnen? Ja. Voor wie bent u gekomen? Voor Lynn Wouters. Ja. En waarom staat u haar hier op te wachten? Omdat ik een geweldige prestatie van haar vind. U heeft een heel mooi spandoek in uw hand. Ja. Voor wie is die? Voor mijn vriend. En die doet mee? Ja. Ja, voor de eerste keer. Voor mijn zoon is het de eerste keer. Dus, ja. En je bent natuurlijk hartstikke trots op ze. Ja, zeker. En wat maakt nou die nacht van Gulpen zo bijzonder? Omdat het van vader op zoon gaat. Voor mijn zoon. Hoezo? Ja, die loopt de Neuburg toch nu mee. Die hebt er net nog 6, dus ik kan camera eens kijken. Ja, toch bijzonder, ja. Een leuke sfeer hier, dus het is altijd heel leuk, ja. Voor mijn zoon en mijn schoondochter. Ja, dat zijn mijn kleinkinderen. We hebben wat gemaakt voor ze. En we wachten gewoon dat ze hier aankomen. Hoe is het gegaan? Het ging eigenlijk best wel goed, maar de laatste 10 kilometer was wel heftig. Ja, en ik hoorde langs de lijn, je bent de derde vrouw, dus toen dacht ik wel van, daar wil ik wel voor gaan. Dus alles. Trots momentje. Ja, toch wel, ja. Hoe is het gegaan? Ja, dat eigenlijk best goed. Voor een ongetrainde in Audi is het wel goed gegaan. Dus, Was het niet warm onderweg? Ja, het was zeker warm. Maar gelukkig was het behoorlijk, dus dan viel het eigenlijk wel mee. Dus, hoe voel je je nu? Nou, nu best goed. Dat hebben we nu gehaald. Dus, en we houden de top 10, die is gehaald, dus dat is mooi. Mevrouw, hoe is het gegaan? Ja, super hè? Ja, het ja, was een hele leuke tocht. Ik zeg ja, heel goed gegaan. Lekker weertje gelukkig nog, niet te veel zon. Dus ja, helemaal tevreden.